Meneer Reumer, mag ik met u beginnen? Mevrouw, sorry, meneer. Martijn zou ik zeggen. Rustig aan, hè? Ja, alsjeblieft. Heijer van der Heijden die speciaal een stuk schrijft. Ja. Dat lijkt me een grote eer. Voor u. Echt leuk omdat hij iets voor mij gedaan heeft. Ja. Prima. Maar ja, als hij Shakespeare geheten zou hebben, zou dat nog een andere kleur hebben gehad, denk ik. Vind je niet? Giel, wat bedoelt de heer Reumer, denk jij? Ik weet niet. Nou, ik zal een paar niet-titels noemen voor u. Als het Hamlet. 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 Nee, ik ken Shakespeare wel, dat hoeft u niet. Oh, nou, dat is ik. En mijn kleinzoon Thijs zei hier 2 dagen geleden, ja, dat hij het een verschrikkelijk leuk programma vond. Hè, de wereld, nee, door de draai de wereld door. Of door de, maar dat het het item van het café vond hij zo vreselijk. Ja. Nou moet ik je eerlijk zeggen, ik vind het heel leuk. Ik vind het, dat hij door het café de wereld, ja. Ik versta die man niet. Jawel, maar het is. Ja, want ik denk. Nee, ik weet wat u erachter mij nou op bent. Ik zoek meneer. Ik moet er zelf. Het is dat het heel lang begint. Dit huis mag bij hem nooit, hè? Nee. Ik wil het nog 1 keer laten zien. Je bedoelt na 12 jaar televisie. Het is. Dan is het eenoogige monster. Mm-hmm. En die wil je op je handje hebben. Mm-hmm. En dan heb je het publiek. En dat is. Het is heel iets anders. Het is een warm bad. En daarna wordt er iets in het laboratorium nog iets mee gedaan. Ja, want ik denk. Boer zoekt vrouw? Boer zoekt vrouw. Ik zou ook niet willen. Boer zoekt vrouw. Als je dan boer bent, die gaat nog een vrouw zoeken. Oh god, van die heeft toch koeien? Ja, dat vind ik ook zoiets krank. En dat is. Meneer Giel. Ja. Giel is toch ook. Ja, Giel is goed, ja. En meneer, graag, ja. Dank u wel. We gaan één ding afspreken. Maar bent u voor genomineerd, mag ik vragen? Nou, u mag dat vragen. Zeg het eerlijk, schaam je niet. Ik ben genomineerd voor. Er zijn naast de televisie 2 categorieën: de televisieman van het jaar en de televisievrouw van het jaar. Oh, ik zou het niet aan deze willen doen, die godsnaam. Televisieman van het jaar. Nou, moet je zelf ook om lachen. Nee. Ja? Of zullen we even kijken naar Café de Wereld? Klein stukje. Die heb je vanavond niet. Ja, het kan. Men kan bellen. Een sms'en of weet ik veel wat. Mijn collega. Staat het op zijn poot al? Mijn moet collega. Moet er nog gerepeteerd worden? Nee, dat is duidelijk. Nee, we gestild afscheid van elkaar. Het was een merkwaardige confrontatie. Maar met veel plezier dat u hier was. Bye bye. Dankjewel.